Goedemiddag iedereen. Goedemiddag. Hoe is het met jullie? Het is fijn van jullie alle zeven hier te zien. Want ik heb een cadeautje mee voor jullie. Hè. Je vertrekt maandag, maar we hebben een fotokader gemaakt met een foto van elk van jullie. En we gaan dat kader alleszins hier blijven hangen, maar we geven ook een mee voor in Melle op te hangen. Hè, voor jullie nieuwe thuis. Ja? Dat is een schone foto, hè? Ze moeten dan wel verhuizen. De zeven zusters van liefde van Maria ten Doorn vertrekken niet met lege handen. Directeur van het college ten Doorn, Aniek Willems, maakte voor de zusters een fotokader. In tweevoud, want eentje krijgt voorgoed een plekje in de eetkamer. Fijn, hè? Ja, hè? Zo blijft hij toch verewigd, hè? Hé, jullie? Ja. Oei, dat is een beetje schuin. De zeven zusters verhuizen naar Melle, want het huidige klooster werd stilaan te groot. En het college kan wel een paar bijkomende leslokalen gebruiken. Het was ooit anders, want bij de start van de kloostergemeenschap Maria ten Doorn waren ze hier met een dertigtal zusters. Voornamelijk zorgbehoevende zusters van de oorspronkelijke gemeenschap Onze Lieve Vrouw ten Doorn. Oud-leerkracht van het college ten Doorn, Rita van Hoeken, schreef een boek over de geschiedenis van het klooster. Je kan het eigenlijk zien als een woonzorgcentrum en in die zin waren die zusters van liefde vooruitziend. Want toen waren er nog veel die heel actief waren, maar die zagen wel onze gemeenschap verouderd, want er komen geen nieuwe roepingen meer bij. Dus wij moeten op voorhand eigenlijk maken dat er een goede opvang is. En dat is inderdaad een soort woonzorgcentrum-idee dat ze hier verwezenlijkt hebben. Hè. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, schenker van licht en kracht en leven, u geeft ons al wat wij nodig hebben en meer. En maakt allen die uit u zijn geboren tot kinderen van het licht. Wie kwam naar hier? Dat zijn de zusters die de zorg nodig hadden. Maar de zusters verzorgden nog hun eigen zusters, dus een aantal verpleegsters, zustersverpleegsters kwamen over. En dan nog een aantal die gewoon vrij kozen voor Maria ten Doorn. Het gevolg was dat dat hier een gemeenschap was met een heel groot leeftijdsverschil. Dus de oudste zuster was bijvoorbeeld 96, de jongste was 39. Vele van die zusters die werkten ook nog. Niet meer in de klas, die waren met pensioen, maar die zetten zo ergens een beetje hun werk verder. Bijvoorbeeld, één zuster deed al het verstelwerk en al het naaiwerk, omdat ze ook naailes gegeven had. Een andere zuster had geschiedenis gegeven, verzorgde het archief van de gemeenschap eigenlijk. In de gloria, in de gloria. Hoera. De zusters van liefde in Maria ten Doorn worden er niet jonger op. De oudste, zuster Marie Raymonde, vierde dit weekend haar 95ste verjaardag. De jongste zuster, Amanda, is 81. Het grootste deel van haar leven heeft ze op ten Doorn doorgebracht. Als leerlingen, meneer leerlingen geweest, lesgegeven. En dan, door de situatie ben ik dan bij de zusters terechtgekomen. Hè. Maar toen waren wij met veel, hoor. Ik ben hier altijd zeer graag geweest en graag lesgegeven. Ze zijn de grijze zuster voor mijn haar. Ik had de kop van mijn vader. He. Allemaal grijs, ja. Direct, tamelijk vlug grijs. Ja. Maar dat was niet erg. He. Vandaag worden de laatste spullen ingepakt. Want morgen verhuizen de laatste zeven zusters van Maria ten Doorn naar Melle. Daarmee zijn niet alle zusters van de site ten Doorn verdwenen. Want aan de Zuidmoerstraat wonen nog vier zusters van liefde in huize Betania. Toch is het niet alleen voor de zusters hier een einde van een tijdperk. Ze zullen zeker gemist worden. Omdat hier zoveel zusters, leraressen een oude dag gesleten hebben en hier gestorven zijn. Hè? Sommigen hielpen in de parochie. Anderen deden aan ziekenzorg, gingen oudere mensen in de stad bezoeken. Dus ze gingen naar buiten, dus hadden ook een impact eigenlijk op het leven in de stad in Eeklo.